Yo, what's up? Shit, het is lastig. Damn. Yo, yo, Dave hier. Welkom op dit YouTube kanaal. Joyce is nu aan het werk en ik ben hier op mijn vrije vrijdag wat dingen aan het voorbereiden voor een bruiloft. Eigenlijk heb ik twee bruiloften en daarvan is Joyce ook de ceremoniemeester. Dus er zitten wel wat spulletjes hier zien liggen. Eigenlijk is het grootste gedeelte al af, dus die spullen zijn allemaal weg. Alleen zijn dus nu de laatste dingetjes. Ik ga op. We hebben dus twee bruiloften en op twee bruiloften moet ik ook gaan draaien. Daarvoor ben ik nu ook playlists en muziek aan het uitzoeken. Ja, dat komt er altijd bij kijken. Maar je gaat het allemaal wel zien, dus stay tuned. Yo, 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 we zijn er weer. Ik heb jullie even meegenomen achter de pude. Ik heb een soort mashup gemaakt van Bon Jovi met Living on a Prayer, daar de a cappella. Ik laat je wel even voor, want het is best wel vet. We gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. Oh! Living on a prayer. Living on a prayer. Zo, nou, dat was hem. Nou, doe maar een blauw duimpje als je het cool vindt. Zet het even hieronder. Zo, we zijn weer een aantal uurtjes verder. Ik ben nu alles aan het zingen. Oh. Ik ben nu al mijn muziek wat ik heb gesorteerd nu aan het overzetten naar mijn laptop. Zodat dat allemaal veilig staat. En ja, deze neem ik dan mee. Laten we maar wat gaan eten. Zo, ik moet nu echt gaan. Want elke keer als ik hier zit, dan word ik weer afgeleid. Dus ik ga even nu naar beneden, even wat eten. Even gelijk even een rondje, kijk, ik zit op de zolder. Zo. Dit is mijn sportzaaltje. Voor de workout. Oh ja, dit is mijn stropdas. Ja, ja. Mijn pak zit erachter. Niks. Let's go. Hoppa. Nou, dit is de living room. Zo. Maar laten we nu even naar het belangrijkste gaan. De kitchen. Even hier. Broodje. Alright. Zo. Nou, ik heb weer mijn buikje vol gegeten. En we gaan weer even naar boven, even de laatste dingetjes doen. Heb je dat soms, dat het allemaal zo druk in je hoofd is dat je bijna niet meer weet wat je moet doen, maar dat je wel weet dat je heel veel moet doen? Nou, dat is nu dus. Oh. Als iets op de trap ligt, altijd mee naar boven nemen, anders krijg je problemen. Je weet wel, toch? Alright. Ik ga even boodschappen doen voor het avondeten. Het is nu, hoe laat? Wat is nou elke keer? Elke keer doet hij dat. Geen idee waarom hij dat doet. Het is nu 4:50. Dus we gaan even naar de markt. We gaan wat kippetjes halen en nog wat andere zaken. Alright, ga mee. Maandag, ik heb mijn dagje werk alweer erop zitten. Ik ga nu naar huis.
Dit is in ieder geval de week van de bruiloft. Er hoeft volgens mij niet zo heel veel meer gedaan te worden aan onze kant. Ik heb muziek grotendeels klaar. Volgens mij echt nog een paar nummertjes even uitzoeken. Maar volgens mij is dit het wel. Even deze week een beetje op tijd naar bed gaan. Want ik ben zo gaar. En wil ik niet hebben op de bruiloft. Ik moet er een beetje bij blijven. En natuurlijk ook nog Game of Thrones kijken. Maar dat doen we dan dinsdag. Vanavond gaat niet lukken, want Joyce moet tot laat doorwerken. Dus doen we dan dinsdag. Wat zullen we eten? Ik denk dat ik mijn usual nasi goreng ga halen. Vind ik zo lekker. Alright, peace. Yo, goedemorgen. Het klinkt heel actief, maar ben ik niet. Het is dinsdag. Ik ben weer onderweg naar Scheveningen. Weer een dagje werken. Dus ik zit weer in de auto. Zo, en gisteren is natuurlijk Game of Thrones uitgekomen in Nederland. De groepsapp van mijn werk, daar zit natuurlijk heel veel spoilers en zo. Ja, deze moet ik zeker gaan draaien op de bruiloft. Helaas, file. Ik ben nu de helft van Zoetermeer. Wat een bullshit. Ja, wacht hè. Alright, we zijn er weer. Alright, laters. Ik ben hard druk aan het werk, het jojoen. Je weet zelf. 110-111. 110-111, je weet. Heb je Game of Thrones gezien? Nee, ik heb geen Game of Thrones gezien. Arya gaat dood. En Tyrion ook. Die had er geen zin meer. Iedereen gaat dood. Nou, dit was het. Ik ga weer. Zo, daar zijn we weer. In Nijkerk. Vanavond weer oefenen. Dat is de generale repetitie. Nee, dat is niet de generale repetitie. Nog één oefenen, één keer oefenen. Met iedereen erbij. En maar dat is straks. We gaan nu eerst even 8 uurtjes werken in Scheveningen. Dus hopelijk zit het verkeer mee. Shit. Nou, het is weer zo'n feest hoor. Kijk maar hoe dat eruit ziet. Daar files, daar files, overal files. Hoi, hoi. Hallo. Vandaag is het woensdag en we gaan op weg naar Groenekan. Want we gaan, niet de generale repetitie, maar de laatste keer oefenen met iedereen. Iedereen is er nu bij. Morgen gaan jullie opbouwen. Ja, we gaan vanaf 2 uur opbouwen. Ja. Van 2 uur in Groenekan. Alles inladen. 3 uur bij Zuiver. Jij komt dan 's avonds. Ja. Wordt de DJ-boot opgebouwd. Yes. Generale repetitie. Slapen. En dan is het zover. Yes. Ja, ja. Ja, om 9 uur. Hoi. Ja, goed, we zijn nu in Groenekan. En we gaan even de oefeningen doen voor de flashmob. Zo, we hebben het weer gehad. Alright, het is zover. Het is donderdag. En het is vandaag de opbouwdag van de bruiloft en de DJ-boot en alles wat daarbij komt kijken. Ik ga nu richting Groenekan. Gaan we eens even eten. Hi, doei doei. Ik heb nu allerlei spullen, de DJ-boot en allemaal dat soort meuk mee. Joyce is al daarheen gegaan vanmiddag met wat andere spullen. Rond een uur of 7 gaan we alles opbouwen in de locatie. We hopen dat het allemaal op tijd afkomt.
alles staat klaar. Goedemorgen. Het is vandaag de dag van de bruiloft. Hou op bij. Joe, nog even het laatste broodje binnenwerken. Gary komt ook zo, hè? Hou op half wel. Wat van de andere vervanging van Gary is aangekomen. We gaan het anders doen. Oké. Okay. Alright. Krijg je zo meteen een update. Goed bezig hoor. Filmen. Kijk, Davy staat ook een keer op. Yeah. Hij is klaar. Gedaan. Zonder ons. Dat is niet gelukt. Klaar. Feestje. We hebben vanmiddag alles opgeruimd. Wat dingetjes naar de berging gebracht. Er staan nog wat spulletjes hier neer. En dat is voor de volgende bruiloft. Nog even wat dingetjes voor regelen. Maar we zijn nu even aan het chillen. Energielevel. Het is klaar. Bye bye. Doei doei.